Hierbij open ik deze academische zitting waarin Stefan van den Brink het academische proefschrift getiteld Intracardiac Infections, Coronary Interventions and Mechanical Circulatory Support in het openbaar zal verdedigen. Mag ik u verzoeken een samenvatting te geven van uw proefschrift? Dank, meneer de prorector. Voor deze mogelijkheid, want ik twijfel er niet aan dat iedereen mijn proefschrift van haver tot gort gelezen heeft, vooral de toehoorders daar. Ik zal toch proberen een korte samenvatting te geven van wat ik nou precies uitgespookt heb. Want waar gaat het nou over? Intracardiac infections, coronary interventions en mechanical circulatory support. Allereerst, intracardiac infections, wat zijn dat nou eigenlijk? Nou, heel simpel gezegd zijn gewoon infecties in het hart. En een van de meest voorkomende infecties in het hart is infectieuze endocarditis. Nou, wat is infectieuze endocarditis? Het is de infectie van een hartklep of prothesemateriaal in het hart. Dus het kan een natieve hartklep zijn, dus de hartklep die jullie allemaal hebben. Maar het kan bijvoorbeeld ook een pacemaker zijn of een kunstklep. En de meeste studies op dit vlak worden uitgevoerd in tertiaire centra. Dat zijn universitaire centra, zoals hier in Maastricht, maar ook bijvoorbeeld in Amsterdam. Er zijn weinig of geen studies uitgevoerd in algemene ziekenhuizen. En je kan je voorstellen dat als je een studie doet in een universitair centrum, dat daar een selectie plaatsvindt. Want die patiënten worden verwezen vanuit een algemeen ziekenhuis. Daarom hebben we de eerste studie, dat is hoofdstuk 2 uit mijn thesis, hebben we uitgevoerd in een algemeen ziekenhuis, waarin we 216 patiënten geanalyseerd hebben en we hebben gekeken naar de prognostische factoren die van invloed waren op het overlijden en complicaties van de ziekte. Nou, wat hebben we gevonden? Ik zal het kort en bondig houden. Mannen worden in dit geval meer aangedaan dan vrouwen. Maar als een vrouw endocarditis ontwikkelt, hè, dus een infectie van de hartklep, dan overlijden ze vaker. En de getallen die wij hierin vonden waren bijzonder hoog. Bijna 50% van de patiënten, vrouwelijke patiënten, die komt hier aan te overlijden. En wat we ook vonden is dat endocarditis, dus een infectie van een kunstklep, vaker tot overlijden leidt. Nou, we hebben een multivariate analyse gedaan. Om even kort te zijn, is dat hebben we gekeken of er andere factoren ook nog van invloed zijn. En wat we dan zien, is dat wat zijn nou factoren die prognostisch van belang zijn voor een conservatieve behandeling, dus niet opereren, wat over het algemeen gezien wordt als de hoeksteen van de behandeling van endocarditis, naast antibiotica, is dat het vrouwelijk geslacht en leeftijd daarin bepalend zijn. Verder hebben we gekeken van nou, welke factoren zijn van invloed op het overlijden. En dan zien we dat leeftijd per levensjaar, wederom het vrouwelijk geslacht en een conservatieve behandeling van invloed zijn. Met andere woorden, die zijn prognostisch van belang voor overlijden. De complicaties waar ik het eerder over had, hè, welke factoren zijn daarvan op invloed? Dat is een infectie met een Staphylococcus aureus. Dat is een bacterie die jullie misschien wel kennen vanuit de media. En chirurgische behandeling. Dus hoewel chirurgische behandeling de hoeksteen is en zorgt dat patiënten langer leven, zorgt het wel voor meer complicaties. En we concluderen dan ook dat endocarditis in algemene ziekenhuizen, hè, dus niet de centra waarnaar het verwezen wordt, een hoge mate van morbiditeit en mortaliteit hebben, zelfs wanneer het behandeld wordt, en dat het dus een van de meest dodelijke infectieuze ziekten is in de westerse wereld. En dat leidt ons eigenlijk naar het tweede hoofdstuk, of hoofdstuk 3a. Want heel lang was het zo dat de Europese Vereniging voor Cardiologie zei dat als patiënten een klepgebrek hadden, ze voorafgaand aan een bepaalde ingreep, bijvoorbeeld in de mond-keelholte, maar ook maag-darmonderzoek, dat ze dan antibiotica moesten krijgen. En in 2009 veranderden die richtlijnen. Die werden veel soepeler. Want voor die tijd, hè, waren dus al die patiënten en na die tijd alleen patiënten met prothesemateriaal en eerder doorgemaakte endocarditis of patiënten met een aangeboren hartafwijking. En we wisten uit andere studies dat sinds die versoepeling plaatsvond er een toename is van het aantal endocarditiden. Nou, wat hebben wij gedaan? Eigenlijk precies hetzelfde. We hebben in heel Nederland gekeken naar het aantal patiënten met endocarditis. Er waren 5000 patiënten. En wat we dan zien, dat in het jaar 2009 er een toename is van het aantal patiënten met infectieuze endocarditis. En dat die trend zich projecteert boven wat je zou verwachten op de historische toename daarvan. Wat we gelijktijdig zien, want we hadden een sample genomen, is dat in hetzelfde jaar dat die toename plaatsvindt,
er meer streptococ-gerelateerde infectieuze endocarditiden zijn. En dat is nou juist de bacterie waarvoor die profylaxe beschermt. Dus, wat te zeggen, na de introductie van de 2009 ESC-guidelines zien we een toename die hoger is dan verwacht werd op basis van de historische trend. Plus dat er een toename is van het aantal streptococcen gemedieerde endocarditiden. En in het begeleidende hoofdstuk, hoofdstuk 3b, houden we dan ook een pleidooi voor het wederom uitbreiden van de indicaties voor die endocarditisprofylaxe. Hoofdstuk 4 behandelt een nieuwe strategie om patiënten te behandelen die een pacemaker hebben. Want we weten dat sommige patiënten die een pacemaker hebben, hebben geen eigen onderliggend hartritme. Nou, wat doe je nou met die patiënten als zij een nieuwe pacemaker nodig hebben, maar of een pacemaker infectie hebben, en je moet die pacemaker explanteren, maar je weet dat als je die pacemaker explanteert, dan hebben ze geen eigen onderliggend hartritme. Nou, hoe los je dat op? Nou, er zijn verschillende technieken in beschreven, maar we beschrijven hier eigenlijk in een nieuwe techniek, waarin we via een mini-thoracotomie, dus een incisie in de zijkant van de borst, een pacemaker op de buitenkant van het hart implanteren. En dan in dezelfde sessie de geïnfecteerde pacemaker verwijderen. Nou, dat zijn 16 patiënten die we hierin beschrijven, die dus om allerhande reden een geïnfecteerde pacemaker hebben, die allemaal op deze techniek behandeld werden. En wat we zien is eigenlijk dat het een veilige procedure is, dus niemand komt te overlijden gedurende de ingreep. En er zijn geen hernieuwde infecties van dat geïmplanteerde device. En in de follow-up die we hebben, dus we hebben die patiënten gekeken, nou, hoe gaat het daarna met ze, is er slechts één complicatie opgetreden. Dat is een hematoom, met andere woorden een blauwe plek, een bloeduitstorting, op de plek waar we die pacemaker verwijderd hebben. En in de follow-up periode overlijden uiteindelijk 4 patiënten, maar geen van die overlijdens is toe te schrijven aan die procedure die we gebruikt hebben om die pacing te borgen. En we concluderen dan ook dat het implanteren van een pacemaker aan de buitenkant van het hart, dus epicardiaal, en tegelijkertijd in één procedure het weghalen van de geïnfecteerde pacemaker, is veilig en het is haalbaar om dat te doen en het heeft goede lange termijns uitkomsten. In hoofdstuk 5 van mijn thesis kijken we eigenlijk naar de incidentie en uitkomst van kunstklependocarditis na transkatheter aortakleppimplantatie. Heel even, wat is het? Er zijn verschillende manieren om aortakleppen te implanteren, als die bijvoorbeeld vernauwd zijn, als mensen ouder worden. En eerder zo was het zo dat de borstkas opengesneden moest worden en dat er dan een aortaklep geïmplanteerd moet worden. Maar een nieuwe techniek, relatief nieuw, want hij is al een tijdje onder ons, is dat via de lies die klep geïmplanteerd wordt. Nou is er relatief weinig bekend over hoeveel van die hartkleppen, die prothese hartkleppen, dan geïnfecteerd raken. Dus we hebben in een multicenter studie met 8 verschillende centra in Nederland, hebben we bijna 4000 patiënten geanalyseerd. En dan zien we dat in deze groep patiënten, dus een oude groep patiënten van 80 jaar, er een relatief lage incidentie, dus het komt weinig voor dat die hartkleppen geïnfecteerd raken. Maar 0,4%, waarvan iets meer dan de helft in het eerste jaar. Maar als je dat hebt, dan heb je wel een probleem, want het overlijden daaraan is ongeveer in 1/3 van de gevallen zo. En alle patiënten hierin, die werden conservatief behandeld. Met andere woorden, kregen geen nieuwe operatie. En onze conclusie was dus ook dat prothese, dus klependocarditis in deze patiënten, die dus via de lies behandeld worden, is relatief zeldzaam, maar het heeft wel een hoge mate van mortaliteit. Voor het volgende gedeelte van mijn thesis moet ik eerst even wat begrip uitleggen. Wat mijn thesis heet, onder andere staat erin Coronary Interventions and Mechanical Circulatory Support. Nou, wat bedoel ik daar precies mee? Allereerst hebben we het hier over VA-ECMO. Kom ik zo nog heel even op terug. Veno-arteriële extracorporele membraanoxygenatie. Dat is zeg maar een hart-longmachine om de circulatie te ondersteunen. En coronary interventions, dat is eigenlijk wat je in de zieke volksmond noemt dotteren. Oftewel, een stent plaatsen in de kransslagaders van het hart. Dotteren is niet geheel hetzelfde, maar zwaar. Nou, dan even nog terug op die VA-ECMO, want wat is dat nou precies waar ik het de hele tijd over heb? Gelukkig heb ik iemand kunnen vinden om een schematische opstelling te maken, zodat ik dat jullie uit kan leggen. Dat is deze. Zoals jullie hier zien, is er een patiënt, die aangeduid is met patiënt, die aan de ECMO ligt. Nou, de ECMO is een machine. Ik zit even te kijken of ik een muis heb. Dat is deze machine. En wat die eigenlijk doet,
En zij haalt zuurstofarm bloed, dus veneus bloed, uit de patiënt, omdat die op een of andere manier niet mogelijk is om de circulatie in stand te houden of dat die longproblemen heeft, brengt het naar de ECMO-machine. Daar zit een pomp, hier, dat is vergelijkbaar met een kunsthart. Daar zit een oxygenator, dat is de ECMO, oxygenation, dus dat is een kunstlong. En die haalt eigenlijk CO2 eruit en zuurstof erin. Nou, je hebt natuurlijk een benedingspaneel, want je wil wel iets doen met hoeveel flow je precies geeft, hoeveel bloed je doet. En dan vervolgens gaat er arterieel bloed, zuurstofrijk bloed, terug naar de patiënt. Even om aan te geven wat voor een accurate illustratie dit is. Het verschil in die slangen, dat is daadwerkelijk zo bij een VA-ECMO. Dus ik zou je toch willen uitnodigen om de experts op dit gebied later nog eens te vragen of dit een accurate voorstelling is. Ik ben zelf van mening van wel. Dus een groot gedeelte van mijn tweede deel van mijn thesis gaat hierover. Het eerste gedeelte daarvan is eigenlijk het gebruik van de VA-ECMO voor de behandeling van hartfalen in patiënten met infectieuze endocarditis. En je weet dat patiënten die geopereerd worden voor endocarditis kunnen ernstig hartfalen ontwikkelen. En die VA-ECMO kan het hart ondersteunen, maar hoe is die uitkomst daar nou in? Nou, hier hebben we 13 patiënten geanalyseerd, de eerste studie daarin gedaan is, die dus behandeld worden met VA-ECMO na een operatie voor endocarditis. Ze zijn relatief oud, 62 jaar. Maar de mortaliteit, dus het overlijden aan, van deze patiënten, terwijl ze in de VA-ECMO liggen, is eigenlijk heel hoog. En 2/3 komt er bijna aan te overlijden. En het overlijden van deze patiënten, terwijl ze op de intensive care liggen, is nog veel hoger. Dat is 3/4 van de patiënten. En het overlijden tot ontslag is 23%. Dus dat is heel teleurstellend. Met de overleving tot 1 jaar, dus tot 1 jaar na die VA-ECMO-behandeling na een operatie voor endocarditis, is maar 8%. En we concluderen dan ook dat VA-ECMO na een operatie voor patiënten met endocarditis is weliswaar haalbaar, maar de uitkomsten daarin zijn teleurstellend. Gelukkig zijn er ook positieve verhalen te vertellen. Bij patiënten die een acuut hartinfarct hebben, dat noemen we een ST-elevatie myocardinfarct of een STEMI. Dus dat is een acute afsluiting van een van de kransslagaders van het hart. Nou, dat kan leiden tot acuut hartfalen en VA-ECMO kan daarin ondersteuning bieden. We hebben een studie gedaan van 12 patiënten die dit kregen. Dus die hadden een acuut hartinfarct. Heel veel daarvan hadden een hartstilstand, 90%. En die kregen dus een VA-ECMO en een dotterprocedure. En we hebben ook berekend aan de hand van de Survival After VA-ECMO score, oftewel de SAVE score, dat is een score die voorspelt hoe groot die overleving is, hoe groot die overleving zou zijn. En de score, die zei van, nou ja, maar 1/3 van die patiënten zou het overleven. Maar in de praktijk zagen we eigenlijk dat dat veel hoger was. Het overlijden ten gevolge van ECMO was maar 42%. En de overleving tot aan ontslag was 67%. En daarin zeggen we ook dat VA-ECMO in primaire PCI voor ST-elevatie hartinfarct heeft een hoge mate van overleving en een goede neurologische uitkomst. Het volgende hoofdstuk is het profilactisch gebruik van VA-ECMO. Wat bedoel ik daarmee? Patiënten die een slechte kamerfunctie hebben, dus die een slechte hartfunctie hebben, waar het hart dus niet meer goed kan pompen, die moeten soms ook een dotterprocedure ondergaan, dus een stentplaatsing. Maar als je dat doet en je blaast het ballonnetje op in de kransslagaders, dan op dat moment zorg je ervoor dat er zuurstoftekort in het hart komt. En dan kan het bijvoorbeeld zo zijn dat het hart helemaal niet meer werkt. Dus je kan van tevoren bij die mensen, voordat je die dotterprocedure gaat doen, kan je een ECMO plaatsen om zo ze te ondersteunen. Nou, dat hebben we gedaan. Dat is de eerste studie bij 14 patiënten, 92% man. En al die patiënten hadden in meer of mindere mate een verminderde pompkracht van het hart. En bij al die patiënten werd voorafgaand aan de dotterprocedure een ECMO geïmplanteerd. Success rate, dus hoeveel vaak is het gelukt om die dotterprocedure goed uit te voeren, is hoog, 100%. En de overleving tot ontslag is 93%, waarbij slechts één patiënt overleden is ten gevolge van voortdurend acuut hartfalen. En onze conclusie daarin ook is dus dat het haalbaar is met goede uitkomst om deze patiënten die dus al hartfalen hebben, maar een behandeling moeten ondergaan die nog meer hartfalen kan veroorzaken, dat je die kan behandelen, beschermend zeg maar, met die VA-ECMO. En dat brengt mij eigenlijk bij het laatste hoofdstuk, maar ook daar weer is het belangrijk dat ik jullie iets uitleg over
een begrip. Dat is namelijk de afterload. Wat is afterload precies? Afterload is de weerstand waar het hart tegen in moet pompen. Jullie zien hier wederom de ECMO-opstelling met de patiënt, met het hart hier. En je moet je bedenken dat de bloedstroom gaat uit het hart, maar de ECMO gaat tegen het hart in. Dat betekent dat je twee conflicterende bloedstromen hebt. En dat betekent dat het hart het zwaarder krijgt. En we weten dat als het hart het zwaar krijgt, als het tegen een weerstand in moet pompen, dus als de afterload verhoogd wordt, dat dat slecht is voor de uitkomst. Nou, de laatste studie die we hebben gedaan, is hebben we eigenlijk gekeken, observationeel, wat gebeurt er nou als je een intraortale ballon pompt? Dat is niks meer dan een ballon in je aorta. En tijdens de diastole, dus als het hart zich ontspant en vult, blaast het zich op. En tijdens de systole, dus als het hart samentrekt, loopt het weer leeg. Dan kan je bedenken dat als hij leeg loopt, dat het hart het dan makkelijker heeft om het bloed eruit te gooien. Nou, daar hebben we een studie gedaan in 18 patiënten die wederom zo'n acute afsluiting van het bloedvat van het hart hadden. Zo'n ST-elevatie myocardinfarct. En hebben gekeken hoe de overleving nou is in die patiënt. En dan zien we eigenlijk, als je die twee technieken combineert, de VA-ECMO en de intraortale ballonpomp, de overleving veel hoger is dan als je ze alleen VA-ECMO geeft. En eveneens hebben ze een veel betere neurologische uitkomst. Moet ik wel de kanttekening bij plaatsen dat we als dood ook als een slechte neurologische uitkomst hebben genomen. Dus ja, dat kleurt de gegevens misschien een beetje. Maar de conclusie is in ieder geval dat in ST-elevatie myocardinfarct, gecompliceerd door cardiogene shock, de combinatie van VA-ECMO en de intraortale ballonpomp. Denkt u om de tijd? Dit is de laatste. Ik maak maar excuus. Een lagere geobserveerde mortaliteit heeft en een hoger geobserveerde goede neurologische uitkomst. En dat was meteen mijn laatste slide. En dan geef ik graag het woord terug aan de prorector. Dat zal je maar weer zien. Hartelijk dank voor uw presentatie. De oppositie zal nu geopend worden door professor Le Russo, hoogleraar thoraxchirurgie aan deze universiteit. Professor Le Russo. Meneer kandidaat, eerst gefeliciteerd voor een mooi proefschrift en de presentatie. Ik heb twee vragen. De eerste is over hoofdstuk 9. In hoofdstuk 9 beschreef u de resultaten van een studie met een beperkte serie patiënten die ECMO alleen of ECMO plus EADP ondergingen voor een hard shock. So, de incidentie van ischemische complicaties in de ledematen was significant hoger in de ECMO-groep alleen dan in de ECMO plus EADP-groep. So, het was 27% versus 0. Dat is iets bizar, denk ik. So, in de werkwijze wordt niet beschreven hoe de beenperfusie tot stand is gekomen. En inderdaad, alle patiënten die stalen beenperfusie gekregen of niet. En kunt u hier iets over zeggen, de methode van beenperfusie en waarom dat is anders, de complicatie zo hoog in de ECMO alleen groep? Hoogleraar opponent, dank voor deze vraag. En we hebben niet specifiek gekeken naar of er wel of geen beenperfusie is gebruikt in deze groep. Achteraf was het misschien wel beter geweest. Mogelijk heeft het te maken met de cannulatiestrategie. We weten dat we heel lang hiermee geworsteld hebben. Persoonlijk ben ik van mening dat als je een VA-ECMO-cannulatie doet, met name perifeer, dat je in het ene been de arteriële sheet doet en in de andere been de veneuze sheet. Dat zorgt voor sowieso minder massawerking in die regio. Ik denk dat dat al een goede strategie is. Ik weet dat niet iedereen in het veld dat met mij eens is. Dat is om de eerste vraag te beantwoorden. Daarnaast denk ik dat, kijk, het is natuurlijk een studie die is uitgevoerd over een langere periode van tijd, waarbij we tot nieuw inzicht zijn gekomen. Er zijn vele manieren, denk ik, of een aantal manieren om de antegrade perfusie te borgen. Persoonlijk, maar ik ben natuurlijk een beetje gekleurd door mijn achtergrond als een lager bal geraakte interventiecardioloog. Denk ik dat een percutane benadering met het gebruik van een 8-French sheet
een hele goede optie is. Wat ik weet is dat er ook een mogelijkheid is natuurlijk om een chirurgische antigadeperfusie aan te leggen. Gevoelsmatig zou ik zeggen dat dat een betere strategie is dan de percutane, omdat er minder kunstmateriaal gebruikt is. Je kan een Gore-Tex erop doen en ik denk dat dat een betere strategie is wat dat betreft. Maar ik weet ook uit de huidige praktijk dat het nog steeds niet standaard toegepast wordt met iedereen die de VA-ECMO-therapie ontvangt. En geen mortaliteit voor de benenischemie, voor de limbdeschemie? Geen mortaliteit in relatie tot die benenischemie, ischemische complicatie? Mortaliteit. Mortaliteit in relatie tot de ischemische benen. Ik weet niet of daar een relatie tussen... Geen amputatie, geen... Ik weet dat één patiënt uit de hele studie heeft één amputatie ondergaan. Daar moet ik wel bij zeggen, die had antegrade perfusie van het been. Maar daar was het probleem in deze patiënt. Dat hij tussen de antegrade perfusie van het been en de kanule, dat hij daar... trombus ontwikkeld. En ik denk dat dat is... Dus dat is de risico. Precies, ja. Dus als je dat wil voorkomen, ja, dan het liefst zo dicht mogelijk bij de cannulus de antegrade perfusie doen. Dus we hebben één been verloren in die studie voor een patiënt. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Okay. En altijd ook in opstuk 9, verklaart u dat de aanwezigheid van de IBP kan leiden tot een beter besprenking van de zuurstofrijk bloed in de aorta, maar een betere coronaire perfusie bevordert. Zo, ooit een onderzoek van een Chinese groep is gebleken dat het toepassen van EBP meteen met ECMO, dat is heel goed, maar als de EBP is later geplaatst, dat is niet goed en de mortaliteit is hoger. Mm-hmm. So, wat is uw mening voor dat? So, de EBP was altijd in de EBP plus ECMO groep, altijd voor de ECMO. Wat is de reden voor dat? Vind je daarom dat de EBP is altijd beter voor de ECMO of met ECMO en niet later? Dat is een heel belangrijk punt. De vraag is tweeledig, denk ik. Dus ten eerste, wanneer is de intrauterale ballonpomp geïmplanteerd in deze studie? Alle intrauterale ballonpompen zijn geïmplanteerd voor de VA-ECMO-implantatie. Ja. Dat moet ik even op voorhand zeggen. Ik denk dat dit de klassieke cardiogene shockpatiënt is die binnenkomt, groot voorwandinfarct. We willen eerst hemodynamische ondersteuning, dus we plaatsen de intrauterale ballonpomp. Vervolgens doen we de dotterprocedure en daarna zien we dat er persisterende hemodynamische instabiliteit is. En die hemodynamische instabiliteit die willen we overbruggen. En daarom implanteren we een VA-ECMO. Dus het is een puur observationele studie die we gedaan hebben. We weten uit andere studies en meta-analyses dat afflootreductie leidt tot een hogere overleving, observationeel. Dus dat bewijst deze studie ook. En dan specifiek voor stenis. Het tweede deel van de vraag is van, nou, wat zou de beste strategie zijn bij deze patiënten? Die komen binnen in cardiogene shock, diepe cardiogene shock. Wat doe je? Doe je eerst de dotterprocedure, eerst de IRBP of eerst de VA-ECMO? Gevoelsmatig zou ik zeggen, je hebt een hemodynamisch instabiele patiënt. Eerst de VA-ECMO, want je zorgt voor adequate orgaanperfusie. De cannulatie van een VA-ECMO hoeft geen uren te kosten, dus je ischemic time is relatief beperkt. Dus je implanteert eerst de VA-ECMO, dan doe je de dotterprocedure. Je hebt de hemodynamische stabiliteit van de patiënt en de perfusie, de eindorgaanperfusie, heb je gewaarborgd. En dan, na de procedure, je hebt toch al een sheet in situ, vaak al in de lies, omdat het hemodynamisch instabiele patiënten zijn, dan plaats je een intraortale ballonpomp om zodoende de afterload-reductie te waarborgen en in dat geval ook ervoor te zorgen dat de aorteklep ook blijft gaan, et cetera, et cetera. Bedankt. Bedankt, prorector. Dank u wel. Dan zal de oppositie nu worden voortgezet door professor Henriques, hoogleraar interventiecardiologie aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum bij de Universiteit van Amsterdam. Gaat u gang. Dank u wel, meneer de rector. Geachte kandidaat, graag wil ik met u gedachten wisselen over uw proefschrift, maar niet natuurlijk u op de eerste gebruikelijke wijze te hebben gefeliciteerd met het afronden van uw proefschrift.
En de felicitaties ook aan de promotores natuurlijk. Uw proefschrift bestaat uit twee delen. U gaf het net in uw verhaal ook aan. Eén stuk over endocarditis en één stuk over mechanische ondersteuning. Zoals u al weet hou ik me daar ook al jaren mee bezig. En misschien is dat eigenlijk ook wel een goede conclusie. Ik hou me ermee bezig, want heel veel verder zijn we er eigenlijk nog niet helemaal gekomen. Het heeft ook misschien met wel het onderliggende probleem te maken, cardiogene shock. En daar ga ik me zo even op toespitsen. En dan ga ik u een vraag stellen over hoofdstuk 9. Misschien best een beetje kritische vraag, maar ja, u moet ook een proefschrift verdedigen. Maar ik ga een beetje opwarmen via hoofdstuk 8, als u dat goed vindt. Hoofdstuk 7 bedoel ik daarmee. En als u nou bij hoofdstuk 7 mij even in het kort beschrijft wat voor cohort u daar heeft. Een korte beschrijving van wat voor soort cohort, patiënten, aantallen. Het is een kleine studie van 12 patiënten, grotendeels mannen, die allemaal een groot hartinfarct hebben. Ja. Allemaal Killip class 4, een groot gedeelte out of hospital cardiac arrests erbij, die een PCI-procedure krijgen. En de mortaliteit daarvan? De mortaliteit is, dacht ik maar, 40%. Ja. Okay. En vindt u dat normale mortaliteit voor deze soort patiëntengroep? Als je kijkt naar patiënten met een groot voorwantinfarct, proximaal LAD-letsel, klassiek is de mortaliteit daarvan 80% of 90% uit mijn hoofd. Ja, ik denk dat we, misschien als ik u even een beetje een heenreiking naar u toe, hè, ik denk dat we als we kijken naar de grote gerandomiseerde studies die cardiogene shockpatiënten hebben geïncludeerd, dan is een overleving van rond de 50%, waarbij je niet alleen maar de LAD's doet, maar gewoon cardiogene shock in zijn algemeenheid. En daar gaat het eigenlijk ook om. Voor ik daar naar hoofdstuk 9 nog ga, nog eventjes bladzijde 109. Daar geeft u aan dat het ontlasten van het hart aan de ECMO misschien pure theorie is. Staat in de zin. Mm-hmm. Ja. Houdt u vooral dan even de mortaliteit vast die we net even waar we toe gekomen waren. En het pure theoretische effect van unloading bij ECMO-patiënten. En dan ga ik u nu een klein beetje het vuur aan de scheen leggen. Kunt u nu hoofdstuk 9 daar de patiëntencategorie een klein beetje van definiëren? Ja, ik denk dat min of meer dezelfde patiënt is. Min of meer dezelfde patiënt, ja. En nou is het zo dat u in de ballonpomp, de waarde van de ballonpomp, dat geeft hij in twee stukken van uw proefschrift weer, is inmiddels... Wat is eigenlijk de indicatie nog voor een ballonpomp in de fase van acute infarct en shock? Wat voor aanbeveling heeft hij? Het is nu tegenwoordig een 2B aanbeveling. Het mag overwogen worden, als ik me niet vergis, in de guidelines. Maar het is zeker niet meer de hoge aanbeveling die het eerder was. Ik denk dat de IMWP shock 1 en 2 trial daar wel de tas om hebben gedaan. Dat was de 3A aanbeveling eigenlijk. Hè? Dus we moeten eigenlijk heel terughoudend zijn met het gebruiken van een ballonpomp. En als dat zo is, en dat betekent dus dat de waarde van een ballonpomp heel klein is. Nou hebben we het dus over een cardiogene shock, 50% mortaliteit. Dan gebruikt u ECMO. Ik vond de manier waarop u net aangaf hoe u iemand zou optitreren van ECMO, ballonpomp, etc. was heel mooi. Maar nu heeft u ECMO erbij gezet, waarvan we tot op heden nog steeds op geen enkele meta-analyse hebben aangetoond dat dat iets doet op mortaliteit. Dus, en nu doet u er een ballonpomp bij. En nu gaat mij vragen, dus ik heb u heel erg opgewarmd. Hoe is het dan in hemelsnaam mogelijk dat u een overleving heeft van 100% in deze patiënten? Ten eerste moet ik natuurlijk eerlijk zijn in het beantwoorden van deze vraag. Het kan puur toeval zijn. Laten we wel wezen, het is een observationele retrospectieve studie. Ja. En ik ben niet gewoon zo dan de paus wat dat betreft. Aan de andere kant, we weten dat als patiënten binnenkomen met cardiogene... 100%? Ja, ik weet het. Okay. Dus dat als patiënten binnenkomen met... cardiogene shock. En dan hebben we het even over alle vormen van cardiogene shock. Dus ook de myocarditiden en alle exoten, et cetera. Maar daar gaat het hier toch niet over? Nee, dat weet ik. Ja. Maar dat een mate van afterload reductie de mortaliteit ten faveur van de combinatie van een vorm van unloading, dus ofwel ECMO, ofwel IMP, ofwel Impella, gunstig beïnvloedt. Ja. Dus het kan heel goed zijn dat ik hier inderdaad iets sta te verdedigen wat in mijn thesis staat, dat een puur toeval is. Ja. Aan de andere kant denk ik dat het observationele bewijs dat we hebben voor afterload reductie is relatief robuust. Hè? Mm-hmm.
Dus ja, dat zou toch een mogelijke verklaring kunnen zijn voor deze verbeterde overleving. Nou, weet u, ik ben dat natuurlijk wel, denk ik, op basis van de literatuur die er is. U moet me vergeven dat ik u een beetje heb zitten pesten, maar ik ben het op basis van de literatuur die er is, zijn er wel aanwijzingen dat het unloaden, het ontlasten van de linkerkamer tijdens ECMO-ondersteuning, dat dat tot betere effecten leidt. Alleen het effect is echt marginaal. Ik moet het nog maar zien of dat echt wat gaat opleveren als we daar ooit een keer een appropriate studie bij gaan doen. Maar ja, ik vind het dus wel, als ik u dan even, ik hoorde u al een klein beetje terugklappen over het feit, ja, misschien had ik het dan niet zo sterk mogen zeggen. En als ik de eerste zin in uw discussie van datzelfde stuk, hè, this study suggests that the combination and ECMO is associated with better outcome than ECMO alone in the treatment of cardiogenic shock. Ja, als ik u nou een beetje heb proberen te pesten dat 100% niet anders kan, denk ik, dan dat uw groep gebiased is. Hoe zou u dan dit in welk licht willen plaatsen, zeg maar? Zou u dat willen mitigeren? En alsjeblieft zegt u ja. Ja, ik denk dat het, de geachte opponent, ik moet ook zeggen dat ik niet zo stellig ben in de conclusie van mijn artikel, waarin ik zeg dat het slechts thought-provoking is en een mogelijke opmaat kan zijn naar eventuele toekomstige studies. Ik denk dat de studie op zich, dat daar haak aan oog aan zijn, en ik denk dat die opmerking daarin terecht is. Echter, als we het zien in het grotere licht van alle andere studies die hiervoor zijn verschenen, waarin die mate van afterload-reductie wordt toegepast, ongeacht de vorm van cardiogene shock, ongeacht de vorm van afterload-reductie. En als we daar een meta-analyse in doen, zoals u ongetwijfeld weet, dan zien we toch een voordeel. Dus daar moet iets zijn daarin Ik denk dat ik het wel een klein beetje met u eens ben, maar gezien de tijd, en ik hoop dat ik nog een vraag mag stellen die u even weer wat tot rust brengt. Korte vraag. Hele korte vraag. Gaat even over datzelfde hoofdstuk en waar misschien de levels weer een beetje omlaag krijgen. 135. Dat is meer even gewoon een. Op 135 heeft u de ejectiefracties van de twee groepen bepaald. Kunt u even aangeven hoe is dat een meting die u gedaan heeft in de acute fase? Want er staat ook post-procedure, of is het ook echt een. Hoe bent u omgegaan met patiënten die overleden zijn in een hele snelle fase? Kunt u daar heel kort even op antwoorden? Want ik zie al dat er wat nervositeit ontstaat. Dus in principe is het natuurlijk zo dat gedurende zo'n procedure een echo wordt gemaakt. Zeker, hè? Ja. Want je hebt een heel, weet u natuurlijk als geen ander, een heel team daarbij, cath lab, et cetera. Dus op dat moment proberen we toch een echo te maken en daar een schatting van te doen. Ja, het is een direct postprocedurele echo. Ja. Okay. Ik geef het woord graag terug aan. Dank u wel voor uw antwoorden. Ik geef het woord graag terug aan de rector. Dank u wel. Dan zal de oppositie nu worden voortgezet door mijzelf. Ik ben emeritus hoogleraar cardiologie aan deze universiteit en net als de vorige twee opponenten lid van de beoordelingscommissie. Ook ik wil u feliciteren met de totstandkoming van dit proefschrift. Ik denk dat klinisch hele relevante data gegeven heeft. Ook geen gemakkelijk onderwerp. Het is taaie stof. Endocarditis is toch altijd weer zo'n soort van ondergeschoven kind in de cardiologie. En als je naar de randen van de cardiologie gaat, kom je uit bij pompen of verzuipen. En dat hebt u in een aantal hoofdstukken heel erg mooi beschreven, aspecten daarvan. En ik wil ook uw promotoris feliciteren met dit resultaat. Maar ik heb ook een aantal vragen. En mijn eerste vraag gaat in ieder geval dan over hoofdstuk 3. En daarin beschrijft u time trends van endocarditis bij patiënten die voor en na versoepeling van de richtlijn in 2009... een endocarditis ontwikkelde en u beschrijft dat vanaf 2005, toen het 3,9 mensen per 100.000 per jaar infecties opleverde, dat steeg naar 6,0 in 2011. Nou, dat is toch een hele belangrijke bevinding, want je versoepelt de richtlijnen en dan zijn er opeens meer infecties. Dat lijkt me een belangrijke
boodschap, en dat wist u eigenlijk al in 2011, 2012, en u publiceert pas in 2016. Korte vraag, waarom heeft het zo lang geduurd? Want het is een belangrijke boodschap. Ik vrees dat dat te maken heeft met het feit dat ik een jonge, zelfstandige onderzoeker was, die, zoals mijn vrouw ongetwijfeld zal beamen, op zijn eerste twee papers enorm heeft lopen ploeteren. Plus het feit, dat moet ik ook zeggen, dat het idee voor de studie, hè, want wat we hebben gedaan is namelijk eigenlijk alle DBC's verzameld, mm-hmm. En een samplepopulatie genomen die we al eerder hadden, maar we hebben al die DBC's verzameld en die ingeving van nou laten we alle DBC's en de endocarditis nou eens een keertje opvragen over al die jaren, die kostte wat tijd. Ik moet in alle eerlijkheid bekennen, er was een WOP-verzoek voor nodig, dus de Wet Openbaarheid en Bestuur, naar de Nederlandse Zorgautoriteit om deze gegevens boven water te krijgen. Dus ja, daar gaat enige tijd overheen. Het is interessant, het zijn toch maatschappelijke zaken die maken dat bepaalde dingen niet makkelijk boven water komen. Daar hebben we meer voorbeelden van in. Maar u was misschien ook wel een klein beetje helemaal overtuigd van het belang van uw bevindingen. Hè? Want u zegt ook, u noemt ook, het is misschien wel niet waar, want mensen zijn ook ouder. Hè? En dan heb je ook een grotere kans op een endocarditis. En ingrepen waren complexer. Dat kan ook een invloed hebben op de kans op het krijgen van endocarditis enzovoort. Dan wil ik toch een paar... wil ik daar een schepje bovenop doen en u een paar getallen noemen. U vond een stijging tussen 2,5 en 2,11 van 3,9 naar 6,0. In een recent artikel in Circulation van Char en medewerkers die de time trends van de endocarditis in Schotland beschrijven. Daar zien ze een toename van 5,3 in 1990 naar 8,6 in 1995 en daarna stabiliseert het. Dus tot en met, zeg maar, nu 2020, dus ver na de verandering van de versoepeling van de richtlijn voor endocarditis. En dus wat je ziet is dat in Schotland zien ze wel een stijging, maar het ligt veel eerder dan die versoepeling. En daarna is het stabiel, terwijl u vindt toch wel een flinke stijging. Wat zegt dat volgens u? Ja, geachte opponent, hooggeleerde opponent, excuus. Ik denk dat we dat in het licht moeten zien van de andere studies die ook op dat gebied verschenen zijn. Ik denk dat de twee andere grote studies die hier met name van belang zijn, zijn die van Pant en Dreyer. Dreyer, die de studie in heel Engeland heeft gedaan, dus Schotland inclusief. En dan zien ze, als ze naar de NHS-diagnose en de endocarditis kijken, eenzelfde soort stijging, maar dan in het jaar dat de NHS-richtlijnen of de NICE-richtlijnen versoepeld zijn. En Dreyer, idem dito, maar dan met de American Heart Association-richtlijn. Dus het is wat conflicterende data in dit geval. Echter, wat mijn gevoel een beetje is, hè, je hebt drie studies, die van mij, die in heel Amerika en die in heel Engeland, die allemaal dezelfde methodologie gebruiken, die allemaal hetzelfde resultaat laten zien. Dus ik heb een beetje moeite met die studie die in Schotland is uitgevoerd. Mm-hmm. Omdat er uit dezelfde regio, hetzelfde land, komt ook een studie die groter is en die conflicteert met deze resultaten. Ja, toch. Dan de looptijd van die laatste Schotse time trend, die is enorm lang. Dat gaat namelijk over, als ik snel reken, over 30 jaar. En is dat niet ook het probleem met uw studie? Dat het in feite een hele korte, studie geweest is. Waarin play of chance of gewoon time-dependent changes zich ook zomaar kunnen voordoen zonder dat daar nou echt een verandering, een versoepeling van de richtlijn aan de grondslag ligt. Dus mijn punt is, u hebt veel te kort gekeken. Ik denk dat we altijd te kort kijken met studies. Het liefst zouden we de studies over altijd uittrekken. Maar het punt is een beetje dat dit is de informatie waar we het mee moeten doen. En het is net ook hoe u stelt. Ik denk dat Jan van der Meer toch een van de oudere, grotere endocarditis onderzoekers in Nederland al zei, endocarditis is een weesziekte. Niemand interesseert zich ervoor.
En dat maakt het gewoon heel erg moeilijk om er gedegen, langdurig onderzoek naar te doen. Het is relatief zeldzaam. We kennen het allemaal uit de dagelijkse praktijk. Maar om grote studies op te zetten, die over een langere periode lopen, dat wordt gewoon heel problematisch. Het wordt niet vergoed. De industrie heeft daar geen zin in. Het is een weesziekte, ja. Maar nog steeds een hele hoge mortaliteit. Ja. Dus als uw conclusie is, ik heb te kort gekeken, dan kan ik die alleen maar onderschrijven. Ik had veel liever langer gekeken. Echter, dit is waar we het mee moeten doen. Ja, en vindt u nu ook dat de, want ik neem aan, de Hartstichting heeft hun aanbevelingen niet aangepast na uw studie, is het zo? De Hartstichting niet, maar de Europese Vereniging voor Cardiologie ook niet. Hoewel bij het verschijnen van de nieuwe richtlijnen die vorige twee studies al bekend waren. En het, je merkt ook in de richtlijnen dat daar, is, dat daar conflict is, dat daar toch veel discussie over is geweest. Men weet het nog niet zo goed. En u hebt aan, aan de verwarring wellicht dan iets bijgedragen. Maar ik bedoel het in positieve zin. Ik wil u danken voor uw antwoord. Want er zijn nog meer opponenten. En ik wil graag het woord nu geven aan de volgende opponent. En dat is professor Horentje. En hij is hoogleraar interventiecardiologie aan deze universiteit. Goed. Toch een vraag stellen. Dank u wel, meneer de rector. Geachte promovendus. Ik sluit me allereerst aan bij de vorige opponent wat betreft u, de felicitaties. Het is goed dat er weer aandacht gevraagd wordt voor zaken die toch niet elke dag voorkomen in de algemene praktijk, maar wel voor het individu dat het betreft van bijzonder belangrijke waarde kunnen zijn. Uw proefschrift kenmerkt zich door een bimodale verdeling van retrospectieve studies rond twee thema's, al eerder genoemd, die wel raakvlakken hebben, maar zeker niet hetzelfde zijn. Het endocarditis-thema en het thema van de hemodynamische ondersteuning. Het valt u te prijzen dat in een gebied waar het zeer moeilijk is om subsidies en grants te verkrijgen, u doorzettingsvermogen en lef heeft getoond en zonder veel steun, behoudens die van uw promotoren, deze studies hebt uitgevoerd. Geen epigoon van de industrie, maar een originele zoeker naar hypotheses die mogelijk later in prospectieve en gerandomiseerde setting kunnen worden uitgezocht in een extreem moeilijke patiëntenpopulatie. Dat neemt niet weg dat er toch wat kritische noten zijn. Afgezien van de regelmatig voorkomende spelfouten, lezen bijvoorbeeld uw stellingen als het voorblad van de Amsterdamse krant De Telegraaf. Ik wil u vragen stelling 3 voor te lezen. Mag ik een van de paren nemen voor verzoeken? Stelling. Ik zeg stelling 3. Stelling 2, pardon. Stelling 2. Sinds William Oster's eerste beschrijving van endocarditis zijn we bar weinig opgeschoten. Dank u wel. En ik wil u eigenlijk proberen te verleiden het woord, de twee woordjes bar weinig te vervangen door aanzienlijk. Dat is wel een uitdaging, denk ik. Maar ik ga het toch proberen. Bent u het niet met me eens dat het laboratoriumonderzoek wat hiervoor nodig is veel uitgebreider is dan in Osler's tijd? En geldt dat ook niet voor de beeldvorming die eigenlijk de basis voor de hele Jukes classificatie? Reagerend op de eerste vraag, ja, er is meer laboratoriumonderzoek. Echter betwijfel ik ten zeerste of dat enige invloed heeft op de uitkomst van endocarditis. We hebben de CRP zien verschijnen nadat we de leukocyten konden bepalen, maar nog steeds is de mortaliteit van endocarditis bijzonder hoog. Ja, maar ik lees in uw stelling niet een opmerking over de uitkomst. Er staat hier sinds Willem Oster's eerste beschrijving voor endocarditis. En dat begint gewoon met een diagnostiek. Klopt. Ja, ik denk dat... Nee, dat is voldoende, ja. Dat bent u dan mee. Dan ga ik gelijk door. De chirurgische behandeling van acute endocarditis. Ik kijk even naar mijn buurman, maar ik denk toch dat we kunnen zeggen, ondanks dat de overleving niet 100% is, die professor Henriques graag nastreeft en ik ook, maar we moeten eerlijk zijn, dat is bepaald niet 100%, maar toch wel bijzonder succesvol, met name voor de acute streptococcus en de acute staphylococcus endocarditis.
Ja, ik denk dat u daar wel een punt heeft. Fijn, dan gaan we door naar de derde. Dat is de medicamenteuze behandeling, de antibiotische behandeling van patiënten die om wat voor reden ook of niet in staat zijn, of dat de behandelende dokter dat beter vond. Daar is ook een aanzienlijk deel wat kan terugkijken op een lange periode in het ziekenhuis, maar toch herstel. Ja, dat is correct. Ja, fijn dat we al sneller tot zaken komen. Kunnen we samenvattend niet zeggen dat de stelling veel beter was geweest als u gezegd had, er is aanzienlijke of redelijke vooruitgang geboekt in plaats van bar weinig? Ik denk dat het woord bar weinig ook behelst dat we wel iets zijn opgeschoten, maar dat het niet heel veel is. Als we nog steeds kijken naar de mortaliteit van deze ziekte, die bijzonder hoog is, dan denk ik dat mijn stelling nog steeds correct is. Namelijk, heel veel mensen overlijden daaraan. Maar ik wil best een semantische discussie aangaan of het woord bar weinig of redelijk... Beter en gepast is. Ik denk toch dat u drie keer nu ja hebt gezet op een provocerende vraag van mij. En dan denk ik toch dat ik mag concluderen dat het redelijk is dat u dan ook deze klassificatie iets aanpast. Maar misschien kunnen we daar later nog eens van gedachten over wisselen. Ik wil toch nog even aansluiten bij de endocarditis discussie die u net met professor Kreins had. Wat mij toch een beetje dwars zit, is dat een van de redenen waarom de endocarditis-profilaxe zo verminderd is, is dat er zo onnodig veel antibiotica wereldwijd worden gegeven en dat het geleid heeft tot een heel ernstige vorm van bacteriën, de resistente bacteriën, met name de MRSA, maar er zijn in bredere zin de BRMO's, zoals ze zo mooi heten. En het RIVM gaat uit, dat heb ik nog net nagelezen, op dit moment van 1% prevalentie. Maar in Frankrijk, en dat kunt u vrij snel nagaan, is dat niet 1 of 5 of 10, maar is dat zelfs 50% in sommige regio's. Met andere woorden, het breed toepassen antibiotica en dus ook het onnodig toepassen van antibiotica voor endocarditis profilaxe zou een afweging kunnen zijn. Die mis ik eigenlijk een beetje in uw discussie hierover. Klopt dat? Ja, dat klopt. En waarom heeft u het dan niet gedaan? In mijn optiek is het zo dat een eenmalige gift van amoxicilline, dat is wat we standaard doen voor ingrepen aan de mond-keelholte, niet leidt tot een grote mate van antibiotica-resistentie. Het is juist het gebruik van langdurig antibiotica, dus over een langere periode, 5, 7, 10 dagen, en het onnodig gebruik van antibiotica bij mensen met bijvoorbeeld neusverkoudheid, dat is wat tot resistentie leidt. En het is het eenmalig geven van een gift antibiotica. Mag ik even weer in de reden, want absoluut. Ik heb een beperkte tijd helaas. Maar ik ben het wel met u eens dat dat inderdaad een heel belangrijk verschil is. Maar al die patiëntdagen, als je die optelt van mensen die onnodig antibiotica krijgen, is natuurlijk nog veel groter. Dus ik zou toch willen pleiten dat u ook in deze een iets restrictievere attitude ontwikkelt. En dat u misschien inderdaad, zoals net ook links van mij werd gesuggereerd, toch even een langere studieperiode bekijkt voor dit soort toch vrij stevige uitspraken worden gedaan. Want vergis u niet, dit soort uitspraken worden wel degelijk opgepakt door de algemene opinie. En ik denk dat we moeten voorkomen dat we te haastig te grote dingen gaan zeggen. En ik denk dat mijn tijd hierbij op is, meneer de rector. Of mag ik toch één klein, heel slim vraagje stellen? Dan komen wij in de problemen met de volgende opponenten. Dan moeten we dat doen. Dank u wel. Dank u wel. Dan wordt nu de oppositie voortgezet door dokter Damman. Hij is interventiecardioloog in het Radboud Universitair Medisch Centrum. En hij zal online de vragen stellen. Ben ik goed verstaanbaar? Goedemiddag. Meneer Bovenvendus. Ten eerste mijn excuses voor mijn wat schorre stem. Een deel van mijn stem is gisteren achtergebleven in de Johan Cruijff Arena. Maar ik denk, gezien een aantal statements over Amsterdam in uw proefschrift, dat u daar waarschijnlijk wel begrip voor zal hebben. Over het proefschrift gesproken wil ik graag, net zoals de vorige opponenten, van de gelegenheid gebruik maken om u, maar ook uw promotores en de familie te feliciteren met het prachtige werk. Het is een lijvig werk met voor de cardiologie ook zeer relevante onderwerpen. Waar ik met u over in discussie wil gaan, zijn met name de hoofdstukken 7 en 9. En dan eigenlijk iets meer overkoepelend. Wat we namelijk weten van patiënten met een myocardinfarct, waarbij het beeld wordt gecompliceerd door een cardiogene shock, is dat de mortaliteit rond de 50% ligt.
Kunt u mij uitleggen wat het pathofysiologische mechanisme is, waardoor een myocardinfarct leidt tot een cardiogene shock? Ja, dat is het afsluiten van een van de coronaire arteriën, dus de kransslagaders. En op dat moment vindt er ischemie plaats, de verstijving van het myocard. Het kan niet meer contraheren en daardoor ontwikkelt men een cardiogene shock. Klopt. Dus je zegt, maar enerzijds is er een gereduceerde myocardiale contractiliteit, verminderde cardiac output en eigenlijk een indirect effect van het infarct. Maar ik denk wat belangrijk is, is dat er daarnaast ook andere belangrijke componenten een rol spelen. Zo is er de inflammatie die optreedt, wat zorgt voor vasodilatatie door NO-release, interleukine release, tumor necrosis factor, waarbij er ook een component vasodilatoire shock bij komt. En ik denk dat ook de rechte ventricle een belangrijke rol speelt. En zou je daar misschien nog iets over kunnen toelichten? Nee, ik denk dat dit een hele terechte opmerking is. Het is inderdaad niet alleen het cardiale falen, maar ook de inflammatoire reactie. We weten bijvoorbeeld dat vasopressoren bij cardiogene shocken, met name noradrenaline, een verbetering van de uitkomst geven. Dus wat dat betreft is dat inderdaad een component in het ontwikkelen van cardiogene shock. En ik denk ook dat dat is het gedeelte waar de ECMO op ingrijpt. Want het is injury upon insult. Dus je krijgt een hartinfarct, het hart krijgt het zwaarder. Dus pulmonary congestion, is minder zuurstofrijk bloed. Het hart krijgt het zwaarder en het is een spiral down. En daarin juist denk ik dat bijvoorbeeld de VA-ECMO een grote rol kan spelen door ervoor te zorgen dat een gedeelte van die inflammatoire reactie, dus met die vasodilatatie, gemitigeerd kan worden om ervoor te zorgen dat alle andere orgaansystemen goed geperfundeerd blijven. Ja, dus wat u zegt is dat, u bent het wel mee eens dat de pathofysiologie is eigenlijk heel heterogeen binnen een cardiogene shock. Wat we tot nu toe ook in de literatuur zien, is dat als je kijkt naar het effect van andere therapieën op uitkomsten binnen deze specifieke klinische setting, dus dan denk aan de GP2B3A-inhibitie, NO-synthetase-inhibitie, hypothermie, de IAPP's, eigenlijk doet het allemaal niks met betrekking tot de mortaliteit. Dat is heel frustrerend. En u stipt al aan van misschien is een van de redenen waardoor de ECMO wel werkt, dat ook iets op de inflammatiecomponent zou doen. Is er ook een verklaring, want wat maakt de ECMO nu nou per se anders dan andere mechanische ondersteuning, waarbij we eigenlijk in andere meta-analyses hebben gezien dat als je die allemaal bij elkaar op één hoop gooit, of poolt, dat eigenlijk met betrekking tot harde klinische uitkomsten geen soelaas biedt, maar dat we bijvoorbeeld alleen maar kleine verbeteringen in surrogaat-eindpunten, zoals een wat verminderd lactaat, kunnen terugvinden. Wat maakt de ECMO als mechanische ondersteuning nou anders dan de al in kleine populaties onderzochte mechanische ondersteuning? Ik denk dat het antwoord daarop vrij simpel is. ECMO oxygeneert. En ik denk dat daarin het grote verschil zit met de andere vormen van mechanische ondersteuning. De intrahartale ballonpomp, zoals eerder al gezegd, de IAPP Shock 1 en 2 trial is in den minne gekomen. De Impella verzorgt alleen flow, dus dat is flow, maar geen oxygenatie. Dus als je dat gebruikt bijvoorbeeld, dan haal je weliswaar het bloed uit de linkerkamer en gaat de aorta in vervolgens, maar wordt niet goed geoxygeneerd. En ik denk dat de kracht van ECMO is dat het niet alleen bloeddruk genereert, maar ook gelijktijdig die oxygenatie, die eindorgaanperfusie borgt. Dus dat niet alleen op het moment van cardiogene shock alle orgaansystemen eronder te lijden hebben, maar de facto alleen het hart het moeilijk heeft op dat moment. En dat alle andere organen daarmee goed geperfundeerd blijven en zodoende er veel minder inflammatoire schade is. Probeer ik het nog een keer. Als die oxygenatie een probleem is, wat is daarin, denkt u, de rol van de rechterkamer? Speelt hij daar een rol in? Sorry, ik verstond het niet helemaal goed. Nou, u zegt de oxygenatie, dat is een belangrijk additioneel benefit van de ECMO. Maar waarom is die oxygenatie een probleem? Heeft dat met de rechterkamer te maken of zie ik dat verkeerd? Nee, zeker. Als je linkerkamerfalen krijgt, dan krijg je pulmonary congestion. Uiteindelijk krijgt die rechterkamer het zwaarder, waardoor er nog minder goede oxygenatie is op dat moment. En daardoor, op dat moment kan je heel veel zuurstof geven, maar dan krijg je weer pulmonale problemen, dus hoge drukbeademing, zuurstofschade. En op dat moment kan die rechterkamer niet meer goed naar de linkerkamer. De linkerkamer is stijf, die doet niks meer.
En je krijgt gelijktijdig rechterkamerfalen, waardoor er zuurstofarm bloed in de linkerkamer komt en vervolgens in de aorta en de coronaire. Dat is denk ik een groot gedeelte van het probleem. Ja, dus ik ben met u eens dat ik denk, en dat geloof ik zelf ook, dat een potentiële winst van de ECMO zit in het feit dat dit soort punten ook worden meegenomen in de, qua behandeling in de pathofysiologie. Nou was eigenlijk mijn volgende vraag, dat gezien uw expertise met de ECMO binnen de STEMI, bij welke patiënten u een ECMO en cardiogene shock zou overwegen? Maar eigenlijk had u net het antwoord deels al aangestipt, waarbij u zei dat u eigenlijk bij alle hemodynamisch instabiele patiënten in cardiogene shock u dat zou overwegen. Dat is misschien een beetje een flauwe vraag, maar kunt u mij eens uitleggen wat u precies verstaat onder een cardiogene shock? Wat is dat? Kan dat in een kort antwoord? Ik zou heel mooi hier een definitie kunnen noemen van cardiogene shock, maar ik denk dat dat iets te simpel is. Ik denk dat wij allemaal uit de dagelijkse praktijk weten dat een patiënt met cardiogene shock een hele heterogene groep is. En dat er niet één maat, ik kan u zeggen, ja, er zit een MAP onder de 60 en een systolische druk onder de 90 met mottled skin. Ik denk dat dat vooral afhankelijk is van de klinische blik van de operateur. Ik denk eerlijk gezegd ook dat het helemaal niet zo simpel is. En dat die cardiogenische shockdefinitie juist ook een van de problemen is geweest waarom de verschillende studies zo'n heterogeen zijn qua patiëntenpopulatie. Er is ook natuurlijk recent een consensusdocument overgekomen die de verschillende fasen van shock, dus klinisch stabiel, pre-shock, shock, niet goed reageert op therapie, die dat heel duidelijk differentieert. En als ik u dan zou vragen, want u heeft denk ik eerder de neiging om de ECMO te plaatsen dan ik persoonlijk. Ja. Ik wil u onderbreken, omdat er anders te weinig tijd is voor de andere opponenten. Mag ik u bedanken? En dan wordt de oppositie nu voortgezet door dokter Kroh. Hij is interventiecardioloog in het Zuiderland Medisch Centrum. Ga u wel. Dank u wel. Allereerst gefeliciteerd met het verschijnen van uw proefschrift. En ook Julia wil ik feliciteren voor de mooie tekening in het proefschrift. Ik wil dan doorgaan met mijn eerste vraag. Eigenlijk in navolging van professor Henriques over hoofdstuk 7 en 9. In de discussie stelt u dat u denkt dat er goede uitkomsten zijn vanwege misschien een minder zieke populatie van de ECMO-IABP-groep. Waar denkt u dan aan? Hoe kunnen wij dat zien? Want dan heb ik wel een tabelletje over de BMI, pH en lactaat. Is dat misschien een verschil wat zeg maar de betere uitkomst van die ene groep uitmaakt of niet? Ik denk niet. Ik ben nog steeds overtuigd van het feit dat het een combinatie is van beide therapieën die uiteindelijk heeft geleid tot een betere uitkomst. Oké. Is er wat bekend over de waarde voorafgaande implantatie van de ECMO en IABP? Want ik heb alleen hier een pH en een lactaat nadat de procedure is afgerond. Nee, daar hebben we niet specifiek naar gekeken in de studie. Dit is een retrospectieve studie er is een grote database. Is er mogelijkheid geweest om een controlegroep uit die grote database te halen of niet? Een groep die bijvoorbeeld dezelfde eigenschappen heeft met een kinderklasse 4 aan cardiogene shock, die dan geen ECMO hebben gehad? Ik denk dat dat zeker tot de mogelijkheden behoort. En ik denk ook dat iets is voor de toekomst. Hè? Bijvoorbeeld via propensity score matching dat je dat zou kunnen doen. Maar dat hebben we niet in deze studie gedaan wat dat betreft. Dus het zou mooi zijn als dat zou kunnen. Maar dat hebben we helaas niet onderzocht. Oké. Dan stel dat we prospectieve studies kunnen gaan doen. Waar denkt u aan dan welke parameters we moeten gaan meten, zeg maar? Ik denk allereerst dat we ons moeten beperken om een zo homogeen mogelijke groep te creëren tot patiënten met een groot voorwondinfarct. Ik denk dat we allemaal weten dat als je een rechtercoronair arterie, die komen heel slecht binnen, maar doen het na een percutane interventie heel goed. Dus daar zou je het dan moeten doen. Dus dat is puur anatomisch gezien. En dan patiënten die binnenkomen met cardiogene shock, dan kunnen we daar een definitie op plakken. Dus een MAP lager dan 60, mottled skin zoals ze het zo mooi zeggen, en een verhoogd lactaat. En die zouden we kunnen randomiseren naar wel of geen VA-ECMO-therapie. Echter, het is heel
moeilijk, denk ik. En ik weet dat het kan, hè, dat het, nogmaals de IABP Shock 1 en 2 trial. Maar het is heel moeilijk om een operateur dan vervolgens te laten zeggen van, nou, je hebt hier een mogelijk levensreddende therapie. Gevoelsmatig denk je dat het werkt. Maar je moet nu een loodje trekken en dan zeggen dat die patiënt het niet mag hebben. Dus dat maakt het denk ik ook moeilijk om dit soort studies op te zetten. Maar dat zou een beetje mijn idee zijn voor zo'n studie. Dus dat je gewoon netjes patiënten, groot voorbeeld infarct, cardiogene shock, randomiseert, wel of geen ECMO. Dat zou fantastisch zijn. Als we dat zouden kunnen doen, dan zouden we eindelijk kunnen bewijzen dat ik ofwel gelijk heb, ofwel gewoon er compleet naast zit. U heeft het over de unloading van de linkerkamer. Is dat te meten? Nou, niet direct natuurlijk. Dat zou fantastisch zijn. Ik en mijn paranimf hebben geprobeerd daar nog een studie voor op te zetten. Om dat in vivo een keer te meten. Wat je zou kunnen doen natuurlijk. En ik denk dat dat wel een goede maat is. Met een Swan-Ganz katheter. De capillary wedge pressure. Dat zou een mate zijn van je LV unloading. Dus als je dat gelijktijdig doet. Dan zou je een maat hebben van hoe goed unloaden we die linkerkamer. En de simulatiestudies daarin gedaan zijn. Door een van de andere opponenten hier. Die suggereren dat ook. Ik kan nog één korte vraag stellen. Dat is meer een gewetensvraag. U noemde het net al. Van je moet een loodje trekken. Dan wel of geen zeg maar levensreddende behandeling ondergaan. In hoofdstuk 6a stelt u dat er meer studies gedaan zouden moeten worden om eventueel de populatie zeg maar, te bekijken die eventueel baat zouden hebben bij de VE ECMO na operatie. Bij mensen die dan niet meer zeg maar, van de CPW gewend kunnen worden. Maar dat brengt zeg maar, de operateur wel in een enorme dilemma. Moet ik patiënt op tafel dood laten gaan of krijgt hij toch nog een ECMO om dat op de IC te doen? U mag antwoorden, maar het hoeft niet. Nee, ik ben het helemaal met u eens. Dit is wat onderzoek doen naar ECMO zo moeilijk maakt. Als je dus een patiënt hebt, inderdaad, dan je kan hem redden, denk je, gevoelsmatig. Maar dan moet je dus een gerandomiseerde studie doen waarin je een mogelijk levensreddende therapie hebt. Het is niet een aspirintje, dus dat is veel makkelijker. Iemand onthoudt. Dus ik ben het helemaal eens met het morele dilemma dat hier geschetst wordt. Dank u wel. Ik had heel even een korte vraag. Is het Floris of is het... Dank u wel. For the record. Dan. Floris van den Brink. De gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij. De promotiecommissie zal zich nu voor beraad terugtrekken en ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en de uitslag van dit beraad in deze zaal af te wachten. Meneer voor de promotor. Thank you.
Thank you.
Floris van der Brink. De commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dat proefschrift heeft verdedigd. Op grond van haar positief oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar professor Arnoud van het Hof is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van de wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Wat is daarop uw antwoord? Dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik u hierbij Floris Stefan van der Brink tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul, door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Floris, gefeliciteerd namens mij. Ik zal zo meteen het woord geven aan mijn collega Ten Berg, de tweede promotor. Maar ik heb eigenlijk nog één vraag aan jou of aan Julia over de tekening die zo mooi op de voorkant van je proefschrift staat. En daar heb ik getwijfeld of die groene coronavirusvorm, of dat nou Julia zelf is of wie dat is. Dat intrigeert me en ik wilde eigenlijk aan Julia vragen wat je daarmee bedoelt.
Mag ik aan jou vragen wat jij erin ziet, Floris? Volgens mij is dat een bacterie. En ik denk dat Julia degene is die probeert de patiënt te behandelen en daarnaast staat als dokter. Dat de juiste verklaring is. Maar helemaal zeker weet ik het niet. Het is natuurlijk altijd aan de kunstenaar zelf om zijn werk te duiden. Heel goed. Dan geef ik nu het woord aan collega Ten Berg. Dankjewel, heel graag. Ik kom even wat dichterbij staan. Wel edel, zeer geleerde heer. Beste Floris, ik vind het toch altijd weer bijzonder om op deze plaats iemand als eerste te mogen toespreken. En met name te mogen feliciteren met de behaalde graad van dokter in de geneeskunde. Bij de meeste promovendi die ik tot nu toe begeleid heb, weet ik nog heel goed hoe de eerste stappen in het wetenschappelijk leven van die promovendus verliepen. Ja, onzeker, struikelend, meestal zonder enige richting. Dat was bij jou heel anders. Toen ik jou voorstelde om een promotietraject in te gaan, was een groot deel van het werk eigenlijk al gedaan. Als ik me goed kan herinneren, overhandigde jij mij op dat moment zelfs een volledig boekje met de inhoud. En ik weet toen nog dat er geen kaft was. Ik denk dat het wachten was op de kunstenaressen. Later heb ik ook geprobeerd om iets aan de randen van dat proefschrift te veranderen. Maar dat bleek al gewoon gegoten in beton. Je bracht het plan zoals we dat van je gewend zijn. Kort en bondig en zonder enige twijfel. En ik weet ook nog dat ik daarover helemaal niet verbaasd was. Je was zo zeker, en dat kwam natuurlijk omdat ik tegenover een collega zat. Iemand die al jaren in het vak zat, vele jaren in de cardiologie, in de interne geneeskunde, maar meer in lijn met je proefschrift, uiteraard het fellowship, eerst volgens mij de IC in Haarlem, maar met name natuurlijk in het Brompton in Londen, wat heel erg belangrijk is geweest, denk ik, voor jou. Ik denk dat we op dat moment al iemand hadden met ervaring. Ervaring in de geneeskunde. En ik vind altijd dat dat de beste kwaliteit oplevert. Een ervaren klinicus, een goed klinicus, die de wetenschap combineert. Ik denk trouwens, als ik even terugdenk aan dat gesprek wat we hadden, dat jij ook dat fellowship op zijn Floris geregeld had. Zelf, zonder hulp van iemand anders. Goed, dan iets over jouw onderzoek. Het betreft, zoals we net uitgebreid besproken hebben, twee onderwerpen. Allereerst het voorkomen van endocarditis in Nederland. De Nederlandse ziekenhuizen. En ik denk dat je daar al een eigenschap ziet van een goed onderzoeker. Namelijk een aangeboren streven om de waarheid boven water te brengen. In hoofdstuk 2 toon je aan, en misschien wel voor de eerste keer in Nederland, dat het voorkomen van infectieuze endocarditis frequenter is dan we tot dan toe gerapporteerd hebben gekregen. En je geeft ook de verklaring. Het data daarvoor waren afkomstig uit chirurgische centra. En jij gaat terug naar de bron, namelijk de centra waar de patiënt wordt opgenomen. Het zijn uiteraard ook patiënten die niet geopereerd worden. Het hoofdstuk daarna is denk ik toch wel het sterkste stuk van je proefschrift. En dat gaat over de verhoogde incidentie van infectieuze endocarditis na de 2009 veranderde richtlijn van de Europese Cardiologenvereniging. En je toont, en er zijn al een aantal vragen over gesteld, dat in 6 jaar tijd een verdubbeling is van die incidentie. En ik denk het allerbelangrijkste daarin is dat je ziet dat er een sprong is na 2009, het jaar waarin het beleid liberaler is geworden. En ik denk ook wel dat jouw werk suggereert, laten we het zo formuleren, dat de richtlijn het ondertijd niet bij het juiste eind heeft gehad. En dat het verkeerd is uitgepakt. Wat het sterke is, denk ik, dat eigenlijk de hele cardiologische gemeenschap die nieuwe richtlijn voetstoots heeft aangenomen. Daar rook jij eigenlijk onraad. En dat vind ik ook wel knap. Ik denk dat ook een tweede eigenschap is van een goed onderzoeker. Als iedereen volgt om tegen de stroom in te gaan en die wetenschap toe te passen.
Jouw scherpe geest, want die heb je, dat hebben we vandaag ook gehoord. En volharding, ook een belangrijke eigenschap van jou. Die hebben er toe geleid dat wij deze ongunstige bevindingen medegedeeld hebben gekregen. En ik denk dat de cardiologische gemeenschap jou daarvoor dankbaar moet zijn. Een ander deel van jouw proefschrift betreft de mechanische ondersteuning van het hart. De basis ligt daar uiteraard in Londen. Maar wat ik gewaardeerd heb, is dat je, hoewel je pas assistent cardiologie was, dat je het voortouw hebt genomen in het Antonius Ziekenhuis. Dat je eigenlijk de kar hebt getrokken voor de thoraxchirurgen, de perfusionisten, de intensivisten en uiteraard ook de cardiologen. En dat je in staat bent geweest om een programma op te zetten voor patiënten met een hartinfarct en shock. Dat zijn moeilijke patiënten, een situatie waar eigenlijk iedereen op elkaar ingespeeld moet zijn en waar er leiderschap getoond moet worden. En dat heb jij getoond, jij hebt leiderschap. Wat bijzonder is, ook dat is gememoreerd, dat jij in deze nieuwe tak van sport ook wetenschap bedreven hebt. En dat je dat ook nog eens een keer gedaan hebt naast je opleiding. Dat heeft geleid tot een aantal fraaie publicaties en die, net zoals de endocarditisstukken, ook meteen klinische implicaties hebben. We kunnen er wat mee en dat is toch waarom wij onderzoek doen, namelijk het verbeteren van de zorg voor onze patiënten. Er is een uitspraak in je boekje waar ik het niet mee eens ben. Ik moet bekennen, er zijn meer uitspraken in je boekje waar ik het niet mee eens ben, maar ik noem er één. En dat is de uitspraak die je net ook weer gedaan hebt. Je noemt jezelf een aan lage wal geraakte interventiecardioloog. Ik zie dat heel anders. Ik denk namelijk dat de interventiecardioloog slechts een onderdeel is geweest in een brede ontwikkeling van een multitalent. En ik wil dat niet overdrijven. Ik zal een aantal talenten noemen. Sport op hoog niveau, kennis van kunst, kennis van wijn, een zeer goed klinicus, een goede huisvader. Ook ik waardeer de kaft van je boekje zeer. Iemand met een scherpe pen. Een briljant spreker. Ik herinner me met name levendig de voordrachten die je hield over de relatie tussen wijn en hart. Het is jammer dat de tijd niet voldoende is, maar je zou graag zo'n verhaal nog eens een keertje horen. En dat alles leidt dus tot een omarming van jouw ware grote liefde. En dat is de intensive care geneeskunde. Dat is niet de interventiecardiologie, dat is de intensive care geneeskunde. En daar ga je binnenkort weer aan beginnen. Het is, Floris, niet allemaal roze geur en maneschijn, wat ik hier ga verkondigen. Ik heb je al eens een keer vergeleken met een fles Chateau Montus, cuvée prestige, je weet het nog precies, van een wijnboer Alain Brumont uit Zuidwest-Frankrijk. Je kent het gebied net ten noorden van de Pyreneeën, een gebied waar je eigenlijk geen wijn zou willen maken. Hij gebruikte tannatdruif. Ik weet niet of iedereen die kent, maar dat is een heel klein bol druifje met heel weinig, maar zeer geconcentreerd sap. En met name de schil is heel dik, met heel veel tannines. Nou, een aantal jaren geleden hebben we samen nog eens een keer een fles gedronken. Uit datzelfde jaar heb ik gisteren nog eens een fles geprobeerd. Hij was al wat ouder, zoals je kunt begrijpen, maar het viel mij toch nog een klein beetje tegen. Hij was niet erg toegankelijk en dat komt door stroeve, toch harde en nog steeds bittere tannines. Maar wat ik wel vind, is dat die wijn boordevol potentie zit. En ik weet zeker dat als die tannines wat ronder en wat zachter worden, dat deze wijn zal uitgroeien tot een prachtige, toegankelijke en complexe wijn. Anders gezegd, voor de niet-wijnkenners, ik denk dat jij straks zeer goed terecht gaat komen op de intensive care. En dat je daar ook zult blijven en een grote invloed zal kunnen spelen in de intensive care geneeskunde in Nederland. En ik hoop dat je je belangrijke onderzoek, zowel op het gebied van de endocarditis, maar ook de mechanische ondersteuning van het hart, doorzet. Nogmaals, Floris, van harte met de behaalde graad tot dokter in de geneeskunde. Daarmee wil ik het woord teruggeven aan de corrector. Dokter van den Brink. Namens de Universiteit Maastricht feliciteren wij u met uw behaalde dokterstitel. Dat is, zoals u weet, de hoogste graad die je aan een universiteit kunt halen. En u hebt hem gehaald op een gebied waar weinig cardiologen zich begeven.
En dat is op de twee onderwerpen uit uw proefschrift. En ik hoor, en ik las ook in uw proefschrift, dat u zich gaat begeven in de intensive care geneeskunde. Ik denk dat de intensive care geneeskunde zich, gegeven dit proefschrift en ook uw instelling, en we hebben het nog eens een keer benadrukt, gehoord nu door professor Den Berg, zich gelukkig kan prijzen met uw komst, met al uw wetenschappelijke, maar ook met uw inzet als een goed arts. Uit de vergadering nog heel kort, we vonden het een hele levendige verdediging, waarvoor dank. Want soms kan het wat lang van stof zijn, maar dan is natuurlijk 3 kwartier omkrijgen, maar hier was het echt een genot om naar te luisteren. En u staat ver boven de stof, dat is ook altijd heel erg plezierig tijdens de verdediging. Veel succes in de toekomst. Ik wil nog een huishoudelijke mededeling doen. Dat is dat we gaan een foto maken zometeen hier, ook met onze online gast. Ik wil ook nog onze externe gasten, opponenten bedanken. Professor Henriques zijn uit Amsterdam gekomen. Professor Damman online. Ja, en dokter Goy is eigenlijk niet extern, want die zit gewoon in het centrum, maar is toch uit het Zuiderland hier gekomen om te opponeren. Waarvoor dank. Ja, het fotomoment is hier en daarna nog op de trap. En dan is er de receptie, right? Ja, dan ga ik hiermee deze academische zitting sluiten. Thank you.